ik ook al. Ah, maar daarom vind ik de dienst ook wel een mooi project. Het is echt een mooie koffie. Maar dat gaat protesteren. Ja, welkom minister-president en geachte aanwezigen. Kiesbalenkunstenaar. En onze ambtelijke organisatie komt in dit prachtige gebouw hier. Ja. Dit is natuurlijk een van de grote projecten van ProRail. En het mooie is, het is niet alleen spoor, maar het is ook een samenwerking met allerlei commerciële activiteiten. Een nieuw stadskantoor, high-tech. We kijken daar aan tegen, misschien de camera heel even, ik help maar even mee, laten zien. Je kijkt daar aan eigenlijk tegen techniek om ervoor te zorgen dat het oude stationnetje wat hierboven staat, eind 19e eeuw, dat daar kan blijven staan. Dus die hele samenballing van techniek, commercie, en overheidsinfrastructuur, ProRail, is fantastisch. Want je kan elkaar gewoon zien. Even zwaaien? Ja. Ja. Daar is het nog heel leukste. Echt een mooie dag vandaag. Het is ontzettend leuk dat de minister-president vandaag hier is gekomen om zijn trotsheid en zijn enthousiasme voor het project ook te uiten. We zijn natuurlijk als ProRail overal in Nederland bezig om grotere stations te maken. En dat is omdat er steeds meer mensen de trein pakken. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar daarvoor moeten wij natuurlijk zorgen dat we ook grote stations bouwen. Ik zou tegen ProRail zeggen, jullie hebben nu heel Nederland op de schop. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag. Nou, we zijn hier in Delft en er zijn nog wel een paar projecten die ik nu vergeet. We hadden laatst natuurlijk 30 april, de prachtige inhuldiging. En toen was de discussie, kunnen we iedereen s'avonds naar huis krijgen? Ja, zei men, althans naar die plekken waar stations zijn. Ik zei, er zijn dus nog plekken waar geen stations zijn. Dus blijf daar ook kritisch naar kijken.